Gender is een van de meest actuele onderwerpen in de hedendaagse samenleving. Maar heb jij ook wel eens nagedacht over taalkundig gender? Want ook in de taalkunde duikt het genderdebat regelmatig op vanwege het opmerkelijke verschijnsel dat verschillende soorten gender door elkaar worden gebruikt. Denk maar eens aan zinnetjes als een meisje die in plaats van een meisje dat. Veel mensen die beschouwen dit soort zinnetjes als taalfouten die wijzen op taalverloedering. Maar zouden die mensen ook spreken over taalverloedering als zij meer zouden weten over de aard van taalvariatie en verandering? Dat denk ik niet. In dit college ga ik jou meer vertellen over één specifieke casus aan de hand van dit onderwerp. Geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten. Dit is ook het onderwerp van mijn promotieonderzoek, waar ik in oktober 2019 mee ben begonnen. En die Brabantse dialecten die zijn juist een interessante casus, omdat het Brabantse systeem voor de markering van woordstags een enorm rijk systeem is, met verschillende markeringen voor mannelijk, vrouwelijk en onzijdig geslacht. Daar waar het Nederlands alleen nog maar onderscheid maakt tussen de woorden aan de ene kant, voor mannelijk en vrouwelijk geslacht, en het woorden aan de andere kant, voor onzijdig geslacht. Nu is de vraag, is dat eens zo rijke Brabantse systeem nog altijd een stabiel systeem? Of is het onderhevig aan variatie en verandering? Dit college bestaat uit drie delen die je achter elkaar kunt volgen. Elk deel begint met een stelling die je misschien bekend in de oren zou klinken. We gaan kijken of die stelling stand houdt aan de hand van wetenschappelijke literatuur en enkele data die ik tot nu toe heb verzameld. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde. Denk maar eens aan vragen als, zijn alle dialecten over een tijdje verdwenen? En mensen die fouten maken, spreken die wel echt dialect? En heeft dialect eigenlijk een functie? Of kunnen we het gewoon maar laten uitsterven? Dit eerste deel van het college gaat over dialectverlies. Over een tijdje zijn alle dialecten verdwenen, is wat veel mensen denken. Kinderen worden niet of nauwelijks meer met dialect opgevoed en ook de jeugd vindt dialect niet meer van deze tijd. Dialect is vooral iets voor de oudere generaties, voor opa's en oma's, voor hun dorpshuizen. Maar klopt dat wel? Dat gaan we in dit college uitzoeken. Daarvoor gaan we eerst eens kijken wat dialectverlies precies is. Is het einde van lokaal dialect in zicht? Als je denkt aan dialect, dan denk je vermoedelijk het eerst aan het lokale dialect dat bij jou in de buurt wordt gesproken. Of aan een dialect dat je heel opvallend, afwijkend, grappig, boers of mooi vindt. De kans is ook groot dat je dialect gelijkstelt aan een bepaalde provincie. Elke provincie heeft een eigen dialect. In Noord-Brabant spreekt men Brabants dialect, in Limburg spreekt men Limburgs dialect en in Zeeland spreekt men Zeeuws dialect. Toch is dit wat te simpel gedacht. In werkelijkheid is er ook binnen de provincies veel variatie. Je kunt daarom beter spreken over de Brabantse dialecten, de Limburgse dialecten of de Zeeuwse dialecten. Het zijn verzamelingen van allerlei lokale dialecten die weliswaar overeenkomsten vertonen, maar op bepaalde kenmerken ook van elkaar verschillen. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel dialecten er precies worden gesproken in het Nederlandse taalgebied. Bovendien hebben niet alle dialecten politiek gezien dezelfde status. In Europa is er sinds het einde van de vorige eeuw een handvest dat de bescherming van regionale talen en minderheidstalen moet waarborgen. Onder dit Europese handvest zijn door de Nederlandse overheid het Fries, Neder-Saksisch en Limburgs erkend. Dat wil zeggen dat deze dialecten financiële ondersteuning krijgen, dat er bijvoorbeeld onderwijs in wordt gegeven. Voor alle andere dialecten worden op lokaal niveau initiatieven opgezet, door erfgoedinstellingen bijvoorbeeld, en door dialectgenootschappen die vaak voor een groot deel steunen op de inzet van vrijwilligers. Dat er geen compleet overzicht bestaat van het totale aantal verschillende dialecten dat in het Nederlandse taalgebied wordt gesproken, wil echter niet zeggen dat we helemaal geen inschatting kunnen maken. Zo zijn er aan het einde van de 20e eeuw en aan het begin van de 21e eeuw grootschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar dialectvariatie uitgevoerd. Als we kijken naar de dialecten in die studies, dan komen we al snel op hoge aantallen uit. In de morfologische atlas van de Nederlandse dialecten worden 267 dialecten onderscheiden en in de syntactische atlas van de Nederlandse dialecten zelfs 613. We zouden het aantal dialecten ook vanuit een heel individueel perspectief kunnen bekijken. Niemand praat precies hetzelfde. Zo zou je dus ook kunnen zeggen, er zijn net zoveel dialectvarianten als er dialectsprekers zijn. Het ligt er maar net aan welk perspectief je kiest. De gedachte dat dialecten langzaamaan verdwijnen wordt ook binnen de wetenschappelijke literatuur wel gedragen. Maar er zijn ook kanttekeningen of lichtpuntjes.
Om deze gedachten over verdwijnende dialecten te begrijpen, moeten we eerst even stilstaan bij wat dialectverlies precies is. Dat is wat we in het eerste deel van het college gaan doen. Door maatschappelijke processen van globalisering en migratie komen talen met elkaar in contact. Hierdoor veranderen talen. In het bijzonder staan de dialecten onder druk. Door contact met de standaardtaal en andere dialecten verliezen ze hun meest kenmerkende eigenschappen. De lokale dialecten gaan steeds meer op het standaard Nederlands lijken, dat is de algemene gedachte. Dialectsprekers maken zich hier zorgen over, omdat die dialecten een belangrijk onderdeel zijn van hun culturele identiteit. Zijn die zorgen terecht? Hoe staan de Nederlandse dialecten ervoor? In literatuur over dialectverlies wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten dialectverlies: structureel verlies en functieverlies. Structureel verlies heeft betrekking op de structuur, de talige kenmerken van dialect. Als dialecten kenmerken verliezen, dan zijn het in het algemeen de meest onderscheidende kenmerken, zoals geslachtsmarkering, die juist het minst lang behouden blijven. Dialecten gaan al steeds meer op elkaar lijken. Functieverlies heeft te maken met de domeinen waar het dialect wordt gesproken. Denk aan de thuissituatie, op het werk, op school, in de media, enzovoort. Als sprekers vaker het gevoel krijgen dat ze beschaafd moeten praten en zich aan moeten passen aan mensen die geen dialect spreken, dan wordt het dialect in steeds minder domeinen gebruikt. Het verloren gaan van typische dialectkenmerken zorgt ervoor dat de verschillen tussen dialecten onderling kleiner worden. Dat betekent concreet dat lokale dialecten plaatsmaken voor regionale taalvariëteiten die een groter gebied bestrijken, de zogenaamde regiolecten. Het zijn variëteiten die zowel kenmerken van het dialect als de standaardtaal bevatten. De dialectkenmerken van een regiolect zijn typisch voor de hele regio. In het Brabants bijvoorbeeld tedeletie aan het einde van een woord. Wa of da in plaats van wat of dat. Ook accent blijft behouden. Dit proces waarbij dialecten afvlakken wordt ook wel dialectnivellering genoemd. Eerder vertelde ik dat dialecten veranderen doordat ze in contact komen met andere talen. Als een dialect in contact komt met een ander naastgelegen dialect, dan is sprake van horizontaal taalcontact. Komt een dialect in contact met de standaardtaal, dan is sprake van verticaal taalcontact. Beide soorten taalcontact dragen bij aan dialectnivellering en daarmee dus ook aan regiolectvorming. Dialectverlies betekent echter niet per se dat dialecten echt verdwijnen. Soms zetten sprekers verzetstrategieën in, waarmee ze dit tegen willen gaan. Zij gaan dan juist typische dialecteigenschappen extra gebruiken om te voorkomen dat deze uitsterven. Soms is dit van korte duur, maar in kleine gemeenschappen kunnen dit soort strategieën ook succesvol zijn. Wat we dan zien is dat er in zekere zin ook sprake is van een vorm van dialectgeboorte. De inspanning van de gemeenschap om het dialect te behouden zorgt voor het ontstaan van nieuwe varianten, ofwel nieuwe taalkenmerken. In regiolecten komen niet alleen varianten uit meerdere oorspronkelijke dialecten voor, maar ook zogenaamde hyperdialectismen. Dit zijn dialectvormen die zijn gericht op het benadrukken van een verschil met de standaardtaal. Ik zal twee voorbeelden geven uit het Brabants. Het eerste voorbeeld betreft de uitgang voor verkleinwoorden, diminutief vormen. Waar in het Nederlands je of tje gebruikelijk is, wordt in het Brabants de uitgang ke of ske gebruikt. De k-uitgang komt echter vaker voor dan de ske-uitgang, die oorspronkelijk alleen naar een g of een k wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij boekske, in het Nederlands boekje. Wat je echter steeds vaker hoort, is dat sprekers uit Brabant die ske-uitgang ook naar een andere klank gaan toepassen, bijvoorbeeld bij clubske in plaats van clubke. Dit is een voorbeeld van een hyperdialectisme. Het volgt niet de traditionele dialectregels, maar het klinkt wel Brabants. Het tweede voorbeeld betreft het taalkenmerk dat in mijn promotieonderzoek centraal staat, namelijk geslachtsmarkering. In het Brabants is de mannelijke markering van woordgeslacht het meest opvallend. De mannelijke markering bestaat eruit dat een u-klank en eventueel een verbindings-n aan bijvoorbeeld een lidwoord wordt geplakt dat voorafgaat aan een mannelijk zelfstandig naamwoord. We zien echter dat die mannelijke markering ook in toenemende mate wordt gebruikt bij zelfstandige naamwoorden met vrouwelijk of onzijdig geslacht, zoals een oma en een kuukske, een koekje. Ook dit is een voorbeeld van een hyperdialectisme, waarbij overgeneralisatie van een typisch dialectkenmerk plaatsvindt. In het slot van het eerste deel van het college
wil ik terugkeren naar de stelling over dialectverlies, namelijk over een tijdje zijn alle dialecten verdwenen. We hebben gezien dat je dit niet zo gemakkelijk kunt stellen, anders dan je op voorhand misschien zou denken. Er is, ook volgens de wetenschappelijke literatuur, inderdaad sprake van een zekere mate van verlies van lokale dialecten, maar dit betekent niet dat sprekers direct overstappen op de standaardtaal. Er ontstaan juist nieuwe taalvariëteiten die zowel eigenschappen hebben van lokale dialecten als van de standaardtaal. Dit worden regiolecten genoemd. Tegelijkertijd zien we ook dat er nieuwe taalvormen, nieuwe varianten opkomen die zijn gericht op het behoud van typische dialectkenmerken, de hyperdialectisme. Daarvan hebben we twee voorbeelden gezien, in verkleinvormen en in geslachtsmarkering. In het tweede deel van dit college ga ik verder in op dit hyperdialect en laat ik meer voorbeelden zien van variërende geslachtsmarkering in het Brabants.